We hebben de uitwerking van het besluit uit januari naar de Kamer gestuurd. Dat hebben we gedaan, geloof ik, een week geleden of afgelopen maandag. En daar blijkt uit dat als het gaat om Kunduz, wij de afspraken met de Kamer aan het uitvoeren zijn. Laat ik ze nog heel kort langslopen. We hebben gezegd, die training van iedereen die in Nederland wordt opgeleid, gaat van 6 naar 8 weken, de basistraining. Dat gaan we doen. Twee, de mensen die vervolgens in die POMLETs getraind gaan worden, dus in het veld, die krijgen 5 maanden veldtraining, dus veel langer dan de standaard NAVO. En binnen die 5 maanden ook nog eens 10 weken op een beveiligde locatie. Dat gaan we doen. We hebben de garantie van de nationale regering dat wie wij opleiden worden ingezet voor civiele politietaken. En we hebben alle maatregelen nu genomen om ervoor te zorgen dat bij het deployen nu, het deployment die dadelijk, het verder op stoom helpen van die hele missie, dat daar de adviseur bij is waar het gaat om religieuze minderheden, dat de hele kolom waar het gaat om justitie ontwikkelen, de status, al die dingen gaan we doen. Dus mijn stelling is echt hoor, dat wat we nu aan het doen zijn, echt ook is wat we in januari beloofd hebben. Maar ik heb in januari niet beloofd, en dat zegt GroenLinks ook niet, of D66 of de VVD, dat nu al de NAVO in heel Afghanistan naar 8 weken gaat. We hebben gezegd, wij gaan naar 8 weken en we gaan kijken of we de NAVO daarvoor kunnen inspireren. Nou, we hebben nu de uitspraak van Petraeus, die staat ook in de brief aan de Kamer, dat ook de NAVO heel serieus kijkt en de voordelen daarvan ziet. Omdat het van belang is natuurlijk dat je mensen gedegen opleiding geeft. Dus volgens mij doen wij nu wat we hebben toegezegd. En dat komt ook doordat er zowel politiek als ook hoogambtelijk heel goed onderhandeld is in de weken voorafgaand aan die brief, om al die afspraken die we met de Kamer gemaakt hebben ook echt netjes gewoon uit te rollen.